Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer een nieuwe gaming setup video hier op mijn kanaal Jarask Gaming. Ik dacht ik maak eventjes een nieuwe gaming video voor jullie waarin jullie kunnen zien waarop ik mijn filmpjes opneem. En ik begin gewoon eventjes bij Zoe. Zoe is op dit moment 6 maanden en een paar dagen oud. Ze weegt 25 kilo en ze is gewoon zo groot als ze moet zijn voor een husky zoals je kan zien. Ze ligt daar op mijn bed en ja, ze groeit lekker nog steeds elke dag. Een heel klein stukje door, maar ze komt nu op het punt waarbij ze niet meer door kan groeien. Omdat ze gewoon veel te groot is. Maar ik wil jullie eventjes snel bedanken voor de bijna 25.000 abonnees die zijn geabonneerd op mijn kanaal. 25.000 is een hele hoop, helemaal voor een Call of Duty Nederlands kanaal. En simpelweg bedankt. Elke nieuwe abonnee, welkom op mijn kanaal. Ik hoop dat je natuurlijk mijn video's leuk vindt. Elke oude abonnee die er nog steeds bij is, bedankt dat je nog steeds mijn video's kijkt en me natuurlijk support. En bij elke like, bij elke dislike, bij elke reactie, bij elke nieuwe abonnee vier ik altijd een feestje. Want dat is natuurlijk gewoon leuk om te halen. Ik hoop dat jullie me altijd blijven supporten, whatever ik ook upload. Natuurlijk over anderhalve week komt Call of Duty Ghost uit. En ik persoonlijk kan er echt niet op wachten. Dat spel gaat zo onwijs vet worden, hoop ik. Ik hoop dat er niet al te veel bullshit in komt. Maar over anderhalve week is die uit. Dan zien we het vanzelf wel of er bullshit in komt of niet. Of dat leuke Call of Duty is of niet. En dan gaan we het vanzelf zien. Dus even snel jongens, bedankt voor de 25.000 abonnees. En Zoe, wil jij nog wat zeggen? Of ben je druk bezig met je kluisje opeten? Nou, je hoort het. Die is druk bezig en die wil niet gestoord worden. Maar dan ga ik eventjes opstaan en dan ga ik gewoon simpelweg rustig, maar ook weer snel door mijn gaming setup lopen. Hier staat alles. Daar staat een beeldscherm, computer en mijn tv natuurlijk. En ik ga gewoon door alles lopen van links naar rechts. En dan hoop ik dat jullie een beetje informatie krijgen over waarop ik game, hoe ik game, hoe ik opneem, etcetera. Dat jullie misschien kunnen overnemen of whatever dan ook. Dus we gaan gewoon beginnen. Als eerste gaan we natuurlijk beginnen bij de enige echte stoel waar ik elke dag op zit. Het is een designstoel, zoals je kan zien. Er zitten hier van die inhammetjes, etcetera. Een hele chille stoel om op te zitten. Je ziet mijn kontafdruk zit er ook gewoon in, daar ook. En als ik wil en ik ga 24 uur achter elkaar gamen, dan kan ik het gewoon 24 uur volhouden op deze stoel. Hij zit heel erg lekker. Ik krijg nooit pijn in mijn rug. Hij kan ook helemaal achterover klappen dat het een soort van lichtstoel wordt. En dat wil je natuurlijk hebben. Mocht jij nou zelf ook een soort van gamestoel, chillenstoel willen kopen, waarop je gewoon chill weer kunnen zitten zonder pijn te krijgen in je rug, ga dan even naar de IKEA toe of naar de Leenbakker of whatever. En zoek gewoon een mooie stoel uit. Test hem uit. Kijk of je pijn in je rug krijgt. Kijk of die gewoon lekker wegzakt als je erop zit. En als die lekker zit, dan kan je hem gewoon kopen. Maar koop alleen een stoel waarvan je zeker weet dat die lekker zit. En deze stoel, die doet dat. Dus hier zit ik gewoon elke dag lekker op. Maar dan gaan we beginnen. We gaan gewoon beginnen van links naar rechts. En helemaal links hier op mijn bureau staat natuurlijk de enige echte Jarask waterfles. Er kan 1 liter water in. En elke ochtend als ik begin met gamen, of elke middag als ik begin met gamen, dan vul ik hem helemaal. En steeds naarmate er een kwartiertje voorbij gaat, gaat hij verder leeg. Totdat hij natuurlijk op het einde van de avond helemaal leeg is. Dat ik gewoon 1 liter water binnenkrijg. Daarnaast natuurlijk nog een blikje energy erbij. Dan heb je alweer bijna de 1,5 liter binnen. Die je normaal gesproken binnen moet krijgen. Dus ja, eigenlijk moet je veel meer drinken, maar daar heb ik nooit zin in, want ik heb nooit zoveel dorst. En dan ga je ook nog eens 10.000 keer pissen op een dag en dat werkt natuurlijk niet. Maar hier liggen mijn doctags. Mijn doctags heb ik ongeveer, nou wat zal het zijn, een half jaar geleden gekocht volgens mij. Op het moment dat ik Zoe kreeg, had ik doctags gekocht. En dat kwam gewoon, ja, ik wilde ze gewoon hebben. Ik wou ze eigenlijk al hebben toen ik 6 jaar was of zo, gewoon omdat ik dat cool vond. En nu heb ik ze en ze liggen hier op mijn bureau en ik doe er eigenlijk helemaal niks mee. Gewoon omdat het kan heb ik ze gekocht en op de ene staat mijn naam en mijn gegevens en op de andere staat Zoe de naam en de gegevens. En normaal gesproken hoort die om haar nek te zitten, maar ik weet niet of ze dat fijn vindt en ik weet niet of ze dat chill vindt om de nek te zitten. Dus als ze dan wegloopt, wat normaal gesproken huskies doen als ze iets ruiken, dan kunnen mensen het terugbrengen mochten ze dat over hebben voor zo'n hond. Want het zijn natuurlijk wel populaire honden, maar goed. Die dingen heb ik dus gewoon liggen en ik doe er eigenlijk nooit iets mee. Hier ligt het hoesje van mijn mobiel. Ik neem op dit moment deze gaming setup video op met mijn mobiel. En ik weet dus niet of de kwaliteit al de beste is. Ik weet niet of jullie mij goed kunnen horen, maar ik hoop het natuurlijk wel. Ik neem hem op. Ik hoop dat het goed is en dat zie ik vanzelf wel als het natuurlijk op YouTube komt. Mochten jullie nou meer van dit soort video's of zo willen zien, laat dan even weten in de reacties. Hier ligt mijn hoesje. Het is een Samsung Galaxy S3. En ja, er zit nu natuurlijk niks in, want ik kan niet op het moment dat ik mijn mobiel aan het opnemen ben, mijn mobiel ook nog eens in de video laten zien. Maar dan gaan we door. Hier staat mijn Elgato GameCap doosje. En daaronder ligt mijn Gunner Glass. Een Gunner Glass houdt in dat je, als je die draagt terwijl je aan het gamen bent, geen koppijn meer krijgt. Je ziet ook, hij is helemaal geel. En als je die draagt, dan krijg je geen koppijn. Ik ben hem op dit moment aan het uittesten voor mijzelf. En mijn broer zijn het ook aan het uittesten.
of die daadwerkelijk werkt. Dus als jij bijvoorbeeld een hele dag gamet, als jij 24 uur achter elkaar wil gamen en je wil geen koppijn krijgen, of dan deze bril erbij werkt dat jij geen koppijn krijgt. Dus ik weet nog niet of die werkt, maar dat zien we natuurlijk vanzelf wel. Dan ga ik nu op mijn stoeltje zitten. En dan zal ik even laten zien waar ik dus elke dag op zit als ik aan het opnemen ben. Hier is mijn uitzicht, daar mijn gamebeeldscherm waar mijn PlayStation op zit aangesloten. Daar mijn computerbeeldscherm, daar natuurlijk mijn computer en daar nog is mijn tv zoals je kan zien. En we gaan gewoon simpelweg even beginnen bij dit beeldscherm. Dit is de BenQ 27 inch LT270 bladibladibla. Het is een 1 milliseconde beeldscherm speciaal ontworpen om natuurlijk op te gamen. Ik had hier ook een unboxing video over gedaan en ik heb hem nu uitgetest. Ik heb er één dagje op gespeeld, ik heb een paar nucleairs gehaald, ik heb een paar mobs gehaald en hij speelt zo onwijs. Onwijs fijn, dat is niet meer normaal. 1 milliseconde delay, dat werkt er echt gewoon bij dat jij sneller die enemies kan zien, sneller kan reageren en ze dus ook gewoon sneller kan neerschieten. En bovenop staat mijn Logitech C270HD720P webcam en die staat gewoon op mijn gezicht gericht voor als ik er een live compleetje opneem natuurlijk. En aan de linkerkant hangt ook nog eens mijn Triton AX720 2011 editie met stoffen kappen. Als jij nu een Triton headset koopt, maakt niet uit welke, zit er bijna altijd leren kappen op. En dat komt omdat dat gewoon langer meegaat. Maar je oren gaan er sneller van zweten. Je kan niet de hele dag op gamen met van die leren kappen. Dus ik heb gelukkig nog stoffen kappen. Dat houdt in dat ik ze chiller op mijn hoofd kan zetten. Ze zachter zijn en ik niet van die zweetoren krijg wat sommige mensen misschien krijgen als ze gewoon de nieuwe Triton op hun kop hebben zitten. Maar het is een hele chille headset. Ik heb hem al sinds 2011. En ik neem hier al mijn live complex mee op. Ik game altijd met deze headset op. Op het moment dat ik met vrienden praat. En met deze microfoon neem ik ook al mijn filmpjes op natuurlijk. Het is een goede microfoon. Echt gewoon een studio kwaliteit microfoon. En hij doet het goed. Ik heb nog nooit problemen gehad met deze headset. En hij werkt uitstekend voor mijn behoeftes. Dus super chill headset. Als je nou nog een headset wil en niet al te veel geld wil kwijt zijn aan bijvoorbeeld een Astro. Dan is de Triton echt gewoon de beste variant daarna. Maar dan nog even iets over het beeldscherm. Ik heb hier een remote control buttentje liggen. Als ik daarop klik, dan opent zichzelf hier een menutje. Als ik dan naar input ga en daarna naar DVI, dan 3, 2 en 1. Dan staat er in één keer, bam, mijn computerbeeldscherm. Ik kan hier ook gewoon op games spelen. Bijvoorbeeld Black Ops 2 op de computer, Modern Warfare 3 op de computer, Doom op de computer, weet ik veel wat allemaal. En het werkt echt gewoon heel erg goed. En als ik dan gewoon weer terug switch en dan klik ik hierop. Ga ik naar input natuurlijk en dan ga ik weer naar HDMI 2. En dan 3, 2, 1. Dan klik ik volgens mij op de verkeerde. Dat is niet zo handig van mij. En dan ga ik dus gewoon terug naar mijn PlayStation. En dan kan ik zo de hele tijd heen en weer switchen mocht ik dat willen. Daar staat nog een boxje zoals je kan zien. Een Sweex Surround Sound is dat 5.1. Dat houdt in 4 boxjes, 1 subwoofer en ook nog eens 1 centrum. En hij werkt uitstekend. Er komt ongeveer 250, 300 watt uit. Dus als ik die dingen keihard aanzet, dan worden mijn buren helemaal gek met de techno en dance muziek die dan opstaan. Maar hier nog eens mijn controller. Zoals je kan zien, het is een roze controllertje. Ik heb er geen mods op zitten, whatsoever. Dus ik kan niet jump shotten. Ik kan niet makkelijk reloaden of whatever. Er zitten geen knopjes aan de achterkant. Wat je dus wel hebt bij Scuf Gaming Controllers. Het enige wat ik erop heb zitten is een control freak. En dat houdt in dat je makkelijker kan aimen, je kan makkelijker spot opschieten op de enemies. En het werkt echt. In eerste instantie toen ik ze kreeg, toen dacht ik van nou die dingen werken echt totaal niet. Maar toen ik ze had en toen ik ze een beetje had uitgetest, toen ik eraan gewend was, werkte ze echt uitstekend. Mijn aim is erdoor verbeterd, ik kan nu meer enemies op een makkelijke manier killen. Dus mocht je 10 euro over hebben en mocht je aim een beetje willen verbeteren, dan raad ik zeker aan om 2 van deze dingen te kopen. Je koopt er 2 voor 10 euro en ja, zet er alleen eentje op je rechterknokkel, want als je er ook een op je linkerknokkel zet, heb je er geen kut aan. Want het enige wat je met je linkerknokkel doet is vooruitlopen. En je kan niet een betere aim krijgen door zo'n ding op je linkercontroller te zetten, want daar doe je helemaal niks mee. Dus zet hem alleen op je rechtercontroller, op je rechterknokkel en dan werkt die uitstekend naar mij het doen. Roze controller, gewoon YOLO swag. Er staat hier mijn Alienware toetsenbord, zoals je kan zien. Het is een laptop toetsenbord. Dat houdt in dat als ik bijvoorbeeld de G wil typen die hier zit, hoef ik alleen mijn vingers zo erop te laten vallen. Klik. En dan krijg ik hem al in. Ik hoef niks te doen. Alleen de G in te drukken. En als ik gewoon zo'n ander toetsenbord heb van die hele dikke knoppen, zo'n heel oud toetsenbord, moet je helemaal... Ja! Ik kan geen knopje indrukken. En dat werkt dus voor geen ene kut. Dus daarom heb ik een laptop toetsenbord. Vind ik persoonlijk de chillste toetsenborden die er zijn. Hier ligt nog eens mijn Alienware muis. Zoals je kan zien, een mooi Alienware hoofdje erop. En natuurlijk ook nog het merk. En daaronder nog een Alienware muismat. Die ik kreeg bij mijn computer.
Hieronder ligt mijn oude controller zoals je kan zien en nog een oplaadsnoertje voor als mijn controller leeg is. Die ik dan gewoon in mijn PlayStation prop die ernaast staat. PlayStation 3 Slim 320 gigabyte. Ik heb hem ook al een paar jaar dit ding. Hij werkt nog steeds goed, hij is nog nooit vastgelopen. Ik heb nog nooit een error gekregen of whatever. Dus dit ding werkt uitstekend, dit ding werkt goed. En ja, zolang ik er geen problemen mee krijg, dan blijf ik hem waarschijnlijk ook gewoon gebruiken. Totdat natuurlijk de PlayStation 4 hier binnen staat en die komt er waarschijnlijk voor in de plaats te staan. Of dan moet ik een ander plekje voor gaan zoeken. Hier ligt nog eens de ontvanger van mijn Triton AX720 headset. Ik kan hiermee het surround sound invoeren, want als ik hierop klik, dan gaat hij een andere zender zoeken. Dan gaat hij naar 2.1 sound, dan gaat hij naar 5.1. Dan gaat hij naar een bas erbij, et cetera, et cetera. Dus hiermee kan ik mijn geluid instellen. Het volume kan ik hier ook mee regelen, van harder of zachter. En natuurlijk de uit- en de aanknop. Maar het punt is, als je hier op je volume gaat regelen, dan regelt hij hier ook op. Want hierop zit ook een volumeknop en een gameknop. Dus je kan het beste hierop veranderen. En gewoon van dit kastje afblijven. En hem dus gewoon op blauw, roze, roze, groen zetten. Dan heb je het beste geluid. Hier staat nog een ander beeldscherm, het Fujitsu Siemens 23 inch LCD beeldscherm die ik al jaren op mijn kamer heb staan. Dit is mijn allereerste beeldscherm waar ik Call of Duty 4 op leerde spelen op de computer. En sindsdien heb ik hem nog altijd, hij is super chill. Ik heb er ook nog nooit problemen mee gehad en zolang dit gewoon blijft doen, dan blijf ik hem gebruiken ook. Dit is ook mijn main beeldscherm zoals je kan zien van mijn computer. En het punt is, als ik Elgato wil openen, dus mijn opneemprogramma, dan klik ik erop. Dan opent hij hem gewoon vanzelf en dan kan ik dus nu mijn PlayStation 3 gaan opnemen in één keer. Dan moet hij even laden natuurlijk en als hij is geladen, dan krijg ik op alle tweede schermen nu mijn PlayStation scherm te zien. Dus nu heb ik daar mijn PlayStation en daar mijn PlayStation, waardoor ik dus gewoon makkelijk kan opnemen. En dan hoef ik alleen dus hier op die record button die fucking groot is te drukken. En daarnaast als ik het daarna wil editen, dan open ik natuurlijk Vegas Home Premium shit. En dan opent hij die ook gewoon langzaam op. En dan kan ik daar weer de gameplays invoeren. Die ik natuurlijk heb opgenomen. Prop ik er een commentary onder. En dan upload ik hem voor jullie. En dan komt alles gewoon zo in één keer. Huppatee. Op mijn kanaal terecht natuurlijk. Maar dat is een super chill beeldscherm. En daarnaast gaan we door naar de subwoofer van mijn surround sound. Ook van Sleeks natuurlijk. Het is een surround sound. En je kan er zo mooi in kijken. Je ziet daar rode draadjes en zwarte draadjes. En weet ik veel wat allemaal. Hij levert dus ongeveer 200 watt of zo. En dat ding kan zo ontzettend hard. Hier ligt mijn volumeknop. En die volumeknop van die surround sound. Die staat op dit moment op 5%. En als ik hem aanzet, ik zweer het je. Je strikt ze helemaal een malle. Want hij staat nu al hard. En hij kan dus nog 20 keer harder. Hier ligt ook nog eens de oplader van mijn mobiel. Als die leeg is. Dus dan kan ik die mooi gaan opladen. En dan hoef ik hem dus alleen maar achter in mijn mobiel te proppen. En dan laat hij automatisch op. Ik zit gewoon in het stopcontact. Dus dat is lekker makkelijk natuurlijk. En dan gaan wij door naar mijn Alienware computer zoals je kan zien. Ik heb een mooi programmaatje waarmee ik de kleuren kan veranderen van mijn Alienware. Dus nu is die roze. Dan in één keer, hey, wordt die rood. En dan in één keer, hey, wordt die groen. Dan in één keer, hey, wordt die wit. Dan in één keer, hey, wordt die zwart. En dan gaat die gewoon uit. En deze is natuurlijk een mooie blauwe kleur. Ik verander de kleuren soms gewoon om een beetje variatie erin te proppen. En als ik op het Alienware hoofd klik, dan in één keer, vroom, gaat die naar beneden. Heb je hier wederom. Deze twee zijn leeg, want ik hoef niks te branden of zo. Dus ja, die zijn gewoon leeg. En dan kan ik hem ook gewoon zo weer omhoog doen. En dan is het een mooi computertje, super chill computer. Er zit een Intel i7 in, een 2 gig videokaart, 16 gig RAM, 3 terabyte harde schijf. Wat wil je nog meer weten? Ik heb geen flauw idee. Alles staat in de beschrijving. Hier nog eens mooie ventilatie, zodat als die warm is, dan gaan ze open, zodat de ventilatie goed kan doorstromen door de computer. Als de computer gewoon op de normale temperatuur is, dan gaan ze automatisch dicht, zodat die gewoon niet meer echt hard hoeft te werken om te koelen. Maar ik laat ze gewoon altijd openstaan. En hierin zit nog een USB 3.0, een andere USB en nog een USB'tje en nog een poort voor jouw geluid en je microfoon als je die nog hebt. Hier natuurlijk de aan- of uitknop, maar die ga ik nu niet indrukken. En gewoon een mooi dingetje. Hij ziet er mooi uit, hij werkt uitstekend. Ik heb er één keer een probleem mee gehad, toen was de waterkoeling kapot. Alleen die was binnen een dag vervangen door de support van Alienware, dus dat is natuurlijk super chill. Hierachter is het enige wat er ligt, zijn snoeren. Een mooi stopcontactje. Daar ligt by the way mijn Elgato Game Capture, waarmee ik dus mijn gameplays opneem, zoals je kan zien. Een heel klein kastje is het. Kijk, als ik mijn vinger ernaast doe, ja, is gewoon even lang als mijn wijsvinger, dus, of even al lang als mijn handpalm. Dus dat ding is echt kapot klein. Dus mocht je nou nog een capture card willen kopen, of koop HD PVR, of koop Elgato Game Cap. Twee super chille kaarten, en het maakt niet heel veel uit welke jij koopt. Hier liggen mijn Gamma Labs Energy drankjes. Dat drink ik soms, en ik raad het niet aan om te kopen, want ten eerste, de douane in Nederland denkt dat het drugs is, dus die gaan het helemaal controleren op drugs.
Alleen daarnaast, het werkt wel echt heel erg goed. En ja, als ik het drink, ik ben echt gewoon hyper als de malle. En je mag het ook niet te vaak drinken. Want als je hier op de achterkant kijkt, dan zie je hier staan als dat ding focust. Dan zie je hier staan. Focus. Ah joh, kut ding. Nou, en er staat hier dat er in de dagelijkse hoeveelheid natuurlijk 100% van deze B12 vitamine in hoort te zitten. Maar in één energy drankje van één zo'n zakje dus, zit in totaal 4167% van de vitamine B12. Waardoor je dus echt gewoon een energiestoot krijgt. Dat is niet normaal. Maar ik heb er nog genoeg. Ik moet nog 2 boxen erbij krijgen, maar die krijg ik vanzelf wel. En ja, ik ga het gewoon uittesten. En mocht het nou echt heel goed werken, kan ik misschien wel iets voor jullie regelen. Maar hier staat nog eens een Red Bull vleugels voor smaak. Die kon je gratis krijgen via het internet. Ik vond de smaak, want dit zijn nieuwe smaken. De smaak cranberry chills. Ik vond lemon fucking vies. En ik vond bosbes ook wel lekker. Maar die twee, de paarse of blauwe en de rode waren chills. En die zilveren was echt gewoon kapot vies. Maar die heb ik hier gewoon staan. Gewoon omdat het alles zwekt alles. Hier liggen nog mijn spellen die ik eigenlijk elke dag speel. Natuurlijk Black Ops 1, World of War, Call of Duty 4, GTA, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 en Black Ops 2. En hierachter liggen gewoon random bullshit spellen. En op mijn broers hun kamer liggen nog ongeveer 120 PlayStation 3 spellen. Die ik allemaal of al heb uitgespeeld of gewoon niet wil spelen omdat ik het niet leuk vind. Hier is mijn G-Shock horloge case. En ik heb hier om mijn arm zitten mijn G-Shock horloge, als je kan zien, het is op dit moment 4 voor 10, dus een prachtige tijd natuurlijk. En ja, die ding heb ik om. Sandy heeft precies hetzelfde horloge en dat is natuurlijk gewoon leuk om te hebben. En hij loopt goed, ik kan goed de tijd erop zien en ik hou er wel van om gewoon de tijd te kunnen zien op het moment dat ik ergens anders ben. Daar staat nog een ander boxje zoals je kan zien en ga ik naar de andere kant van mijn tv. Daar zit ook nog een boxje. Hier staat wat deo en hondenkoekjes. Oeh, we gaan het zakje in. Oh, daar zijn de koekjes. Oh yeah. En ja, X natuurlijk. En daar ligt nog eens mijn potloodjes. Nog een FPS-freak, zoals je kan zien. Plakband, een stressballetje. Ik heb er nog een niet-machine in liggen. Maar dat boeit allemaal natuurlijk geen ene reet. Want het laatste wat ik nog even aan jullie wil laten zien is mijn 42-inch TV. Waar op dit moment Despicable Me 2 aan het afspelen is. En hier gamede ik vroeger altijd op. En nu game ik natuurlijk op dat beeldscherm. En als ik ze moet vergelijken, is die 42-inch heel erg chill om op te gamen als je gewoon een vriend naast je hebt zitten, als je een splitscreen wil spelen. Maar als jij echt voor jouzelf gaat spelen, dan raad ik echt gewoon aan om deze aan te schaffen. Of een soort gelijk beeldscherm van deze aan te schaffen. Want het werkt er echt gewoon bij dat jij meer enemies kan killen, dat jij betere scores kan halen als je op zo'n schermpje gamet. In plaats van zo'n super groot scherm. Want als ik hier nou naar kijk en ik wil mijn minimap zien op Call of Duty bijvoorbeeld, moet ik helemaal zo kijken. Hey, mooi poster. En als ik bijvoorbeeld mijn M wil zien, dan moet ik helemaal zo kijken. Hé, mooi poster. Dus ja, dat werkt gewoon simpelweg niet om gewoon de hele tijd daarin te kijken, daarin te kijken, daarin te kijken. Want dan verlies je gewoon beeld. En dan kan je, als je daarnaar kijkt, de ene scherm niet meer zien. En als je daarnaar kijkt, zie je het andere deel van het scherm niet meer. Dus het werkt simpelweg niet. En dat was zo ongeveer wel alles wat ik wilde laten zien. Daar zit nog mijn drumstel van Guitar Hero. En daar nog eens een printer die volgens mij caduc is, maar dat weet ik niet. En natuurlijk mijn prullenbakje als ik iets vies heb om weg te gooien of als ik een flesje heb of whatever. Wat ligt er op dit moment in? Er ligt hondenkoek shit in. Maar jongens, dit was mijn gaming setup video update. Ik ga hem waarschijnlijk nog een beetje aanpassen en nog één klein overzicht natuurlijk voordat we af gaan sluiten voor jullie. Ik hoop dat jullie hebben genoten mensen. Mocht je nou hebben genoten, geef dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Alles probeer ik in de beschrijving te zetten wat ik met jullie heb behandeld. Zoe kan ik natuurlijk niet in de beschrijving zetten, want ja, die kan je simpelweg niet kopen. Want die heb ik al. Maar jongens, bedankt voor de bijna 25.000 abonnees op mijn kanaal. Mocht je nou iets willen zien op mijn kanaal, laat dan even weten in de reacties. Gewoon, ik wil zo'n video zien of ik wil zo'n video zien. Want ik luister heel goed naar jullie. Ik luister naar elke reactie die ik krijg. Ik lees elke reactie die ik krijg. En oh, pannenkoeken. Ik wil ook een pannenkoek. En ik probeer dus gewoon altijd te uploaden wat jullie graag willen zien. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet de video niet te liken. En Zoe, wat zeggen we dan? Tot de volgende keer maar weer. En bye. Oh kut, ze hebben een snoertje. Laat los.